Vandaag stemt de Senaat dan over de vijfde verlenging van de coronawet. En terwijl we juist nu weer worden gewaarschuwd voor een zomergolf van Omicron-varianten, zou die coronawet, die tijdelijke coronawet, vandaag zomaar eens kunnen stranden in de Eerste Kamer. Partijen zijn daar al langer kritisch op die wet, die natuurlijk een tijdelijke oplossing moest zijn als vervanger van de noodverordeningen. Maar inmiddels is corona natuurlijk in het dagelijks leven niet echt meer merkbaar en is die tijdelijke wet ook alweer anderhalf jaar oud. Nou, de Senaat die drong er bij een vorige vergadering bij het kabinet al op aan dat de wet moet worden uitgekleed. Bijvoorbeeld door die coronapas eruit te halen. Dat is nog niet gebeurd. En dus is het maar zeer de vraag of er een meerderheid komt in de Senaat. Ondertussen meldt de Telegraaf dat zorgexperts het kabinet oproepen om het coronabeleid verder uit te werken. Want de vrees is vooral dat Nederland bij een nieuwe golf, God verhoede dat die komt, weer geconfronteerd wordt met grote personeelstekorten in de hele maatschappij en vooral ook in de zorg. Ik hou mijn hart nu eigenlijk al vast. We kunnen nu eigenlijk de zorg min of meer net regelen voor onze patiënten. Bij een milde coronapandemie of een golf kan de zorg eigenlijk al instorten. We kampen met personeelstekorten. Dan moet je denken aan doktersassistenten, jonge collega's die kunnen komen helpen. Met de huidige vraag naar zorg en wat we kunnen bieden, is ontoereikend. Ik verwacht van ons kabinet open communicatie, zodat als er een scenario opdoekt waar die niet te vergelijken is met de Omicron-variant van nu, dat mensen weten, oké, dit gaat het kabinet doen, dat we voorbereid zijn. Ja, en daarom gaat het dus ook over die wet en wat kan je en wat hoort daarin. Uw partij had voorafgaand, of eigenlijk in eerste instantie al twijfels bij die wet. Kunt u de dilemma's eens schetsen? Nou ja, wat natuurlijk heel belangrijk is op dit moment, is dat als die wet er niet zou komen, vandaag, als die niet wordt vastgesteld, dan mocht er dan sprake zijn van een opleving van het virus, dan is de minister van Volksgezondheid, minister Kuipers, eigenlijk niet goed in staat op basis van die wet maatregelen te nemen om ook het virus weer in te dammen. Dus het is echt heel belangrijk dat die wet vandaag komt. En nou ja, de minister zal vervolgens ook het debat natuurlijk aangaan met de Eerste Kamer. Maar het is juist ook belangrijk vanwege de democratische legitimiteit van de maatregelen die je wil nemen, in plaats van dat het weer op een andere manier zou moeten. Ja, maar toch komt die zesde verlenging die Kuipers dus wil daar waarschijnlijk niet. Wat is de afweging daarin dan? Nou ja, uiteindelijk is het kabinet natuurlijk kan het zo ver springen als uiteindelijk het parlement ook toestaat. Er is nu veel kritiek over de vijfde wet. De zesde wet inderdaad, daar is ook de vraag van ja, welke dingen zouden er dan uit moeten of op basis van welke elementen is het parlement bereid om in te stemmen met de vijfde en ook de zesde wet. Nou ja, dat is het debat wat minister Kuipers vandaag aangaat. Maar ik zou echt zeggen, het is echt belangrijk voor de legitimiteit, juist van maatregelen, dat er een wettelijke basis onder ligt. En die deskundigen die dan aan de bel roepen, aan de bel trekken in de krant. Ik krijg daar bijna weer de kriebels van, dat je bijna denkt, ik wil het niet horen. Dat je zo van, oh nee, we zijn niet goed voorbereid. Welke kant gaan we nou nu weer op? Nou ja, ik snap ook, dat gevoel heb ik namelijk ook, omdat je denkt van ja, laten we toch niet alsjeblieft opnieuw in zo'n golf terechtkomen. Ja. Maar ja, we kunnen het niet uitsluiten helaas.